Ze vragen me wel eens: Colin, hoe is het mogelijk dat een man als jij met hersens en humor en een geweldig lijf, dat zo'n man nog steeds alleen is? Dan zeg ik, tja, ik heb een aantal malen flink mijn neus gestoten. Dus ik hoef niet meer zo nodig. En volgende week word ik 40, dus de wilde frisheid is er ook wel een beetje vanaf. Jij zit te hoog in. Jij hoopt op die ene Olympische zwemkampioen die ondanks zijn sprankelende persoonlijkheid thuis zit te tobben met een minderwaardigheidscomplex. Ja, klopt. En dat je op een mooie dag ruggelings tegen hem aanbotst in de supermarkt. Oh, hey, hallo. Weet jij of ze hier ook bladpeterselie hebben? Oh, laat ik daar nou ook net naar op zoek zijn. Weet je wat? Dan kunnen we samen kippensoep maken. Het is voor jouw slag toch een eitje om aan seks te komen? Is dat zo? Wat dacht je van het internet? Niks voor mij. Wel voor kijken, maar niet kopen. Ik moet iets in mijn handen kunnen houden voordat ik het mee naar huis neem. Dan ga je toch even lopen scharrelen in de gemeentelijke groenvoorzieningen? Vind maar eens iemand die bij je past. Daar hebben jullie toch allemaal codes voor? Dat vind ik nou juist zo praktisch. Zakdoekje leggen, niemand zeggen. Wat voor kleur heb jij? Een witte in mijn binnenzak. En wat betekent dat? Houd van lange avonden thuis op de bank met een pot slappe thee en de nieuwste Nicky French. Ah. Ja, lach maar. De klok tikt wel door. Surprise! 40 jaar! Nou, van harte. Geen kaarsjes, dat is veel te gevaarlijk. En maak maar open. Wat is dat? Echtgenoten, we hebben een advertentie voor je gezet. Jij hoeft alleen maar te reageren. Masha, wat een goed idee. Wat was je tekst? Leuke gay, eind 30, geen bril, baard, borsthaar of noemenswaardige musculatuur. Zoekt kwaliteitsvriend om samen thuis op de bank een boek te gaan lezen. Kwaliteitsvriend, dat is goed. Klein gebrek, geen bezwaar. Hoezo dat? Anders krijg je alleen maar van die oppervlakkige fotomodellen. Nou, kom op, openmaken. Zitten er foto's bij? Het voelt wel een beetje raar. Beschouwd als een serie sollicitatiegesprekken voor de belangrijkste compagnon van je leven. Wat maakt u, denkt u, zo geschikt voor de functie van levenspartner? Ik ben jong, mooi, succesvol en intelligent. Ik heb een hilarisch gevoel voor humor en ik ben bescheiden. Ik zie dat u lange tijd in de ziektewet hebt gezeten. Ja, whiplash. Ik ben over mijn pik gestruikeld. Zo, hoe ijdel moet je zijn om zo de camera in te durven kijken? Geef maar aan mij dan. Skinhead met een brievenbusbek. Tuinkabouter. Hoe weet je dat nou? Ja, of die robbenschuit naast hem is gigantisch. Overgebleven van de EO Jongerendag. Wat een saaie sok. Niet zo snel oordelen. Aanhef. Hallootjes. Oké, weg ermee. Deze is niet slecht. Zit alleen maar op te scheppen over zijn grote auto. Dan heeft die maatje pink. Dat is allemaal compensatie. Dat moet je niet zeggen. Ik heb een vriendje gehad met een Ferrari. Nou, meid, die had wat dat betreft net zo goed in een aftandse mini rond kunnen gaan rijden. Helaas, er zat ook na 3 keer lezen niemand bij die ik de moeite waard vond. Tukker was toch wel leuk? Ik wil niet zo'n fulltime flikker. Wat wil je dan? Een parttime nicht, een oproepkracht. Hem in elk geval niet. Met zijn COC-barcommissie en zijn zwemvereniging en zijn nichtenkoor. Ik heb dé oplossing voor je. Oh, wat is dat? Een webcam. Oh nee, daar begin ik niet aan. Hij heeft dezelfde plastic wasmand als ik. Dat kan geen toeval zijn. In 10 minuten heb je best een indruk. Het is een soort virtuele wijnproeverij eigenlijk. Wat is je lievelingseten? Ja, komma. Daar vraag je me wat. Puntje, puntje, puntje. Te droog. Wat is je levensmotto? Uit de weg. Te overheersend. Doei. Fris en fruitig. Rijke smaken van een goed jaar. Een absolute aanrader. Sorry, maar ik krijg hoofdpijn van jou. Doei! En hoe voelt dat nou, 40? Als 85. En wat is je volgende stap? Wachten tot de man van mijn droom aanbelt. Daar zou je me hebben. Goedemiddag, ik ben de man van uw dromen. Hè? En ik mag u deze waardebon overhandigen. Aan de deur wordt niet gekocht. Wie was dat? Jehova's getuigen. Meer iets voor jou. En die heb je afgepoeierd? Tot ziens, dames. Wat is dit toch met jou? Volgens mij wil je helemaal geen vent. Er moet wel iets te wensen overblijven. Vind ik ook. Anders kan je net zo goed meteen in je graf gaan leggen.
Thank you.